Welkom. Prachtige omstandigheden, heerlijk zonnetje op Varken Noord. Zo dadelijk de wedstrijd Feyenoord onder 19 tegen FC Utrecht onder 19. Onder leiding van scheidsrechter Van den Burg. Bal voorgegeven moet hij worden dan door Van der Kust. Wordt hij voorgegeven, kan hij weggewerkt worden. Wordt niet goed gedaan, in tweede instantie wellicht dan. En nu kan hij opgeruimd worden, maar weer niet goed. Kan opgevangen worden. En het schot, prima schot. Prima opening van Utrecht. Jaden McNack die daar klaar stond om uit te halen. Prima opgepikt daar die bal. Touré kan dan niet bij de bal. Huigen wel. Kan die bal meegeven. En is het een hoekschop of een doeltrap? Wat beslist scheidsrechter Van den Burg? Hoekschop dus. De hoekschop vanaf de linkerkant zal ingebracht worden. Natuurlijk zijn de centrale verdedigers Lewis en Hendricks mee naar voren. Bal bij de penderstip. Lewis probeert er bovenuit te komen. Lukt ook. Maar dan zegt de scheidsrechter Van den Burg dat hij geleund heeft. En wordt dus de treffer die daarna volgde niet goedgekeurd. Van den Burg floot ogenblikkelijk. De bal nu diep gespeeld op Azarkan. Kan die bal controleren? In de voetjes gespeeld. En dan wordt die bal verspeeld. Er kan er zomaar een kans komen. Het schot en de redding van doelman Houweling. Uitstekende poging was het daar van Azarkan. Summerfield direct weer twee man bij hem. Wordt even aangetikt. Azarkan neemt zijn tijd. Neemt de aanloop. Heeft een lekker schot in de been hoor. Maar komt dat er ook niet uit. Nee, voorzet. Tweede paal. Ingekopt. Prima ingekopt. En dan buitenspel gegeven door de assistent scheidsrechter. En dan vier man van Feyenoord. Opening op Summerfield. Kan hij bij die bal? Of is de doelman sneller? Gaat er liggen. Wel of geen penalty. Penalty zegt scheidsrechter Van den Burg. Marouan Azarkan. Kan hij dan Feyenoord op voorsprong brengen? Ja hoor, geen enkel probleem. Doelman Houweling de verkeerde kant op. En Feyenoord leidt. Eindelijk zie je, kun je zeggen, de toeschouwers op Varken door de doelpunt. Want zoals bekend, de vorige thuiswedstrijd tegen Vitesse eindigde 0-0. En nu dan de doelpunt van de man met het linkerbeen. Marouan Azarkan vanuit een strafschop. Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Zijn we halverwege de eerste helft. Opnieuw. Summerfield wordt veelvuldig gezocht. Maakt de overtreding, zet zijn voet erin en krijgt de gele kaart. Terecht. Open diep op Touré. Check Touré. Kan de bal in bezit houden. Rodney Huygen speelt de bal diep. Prima opening op Azarkan. Dat kan de 2-0 zomaar zijn. Moet hij zijn. Ja hoor, prima gespeeld. Heerlijke aanval van Feyenoord. Prima opening van Rodney Huygen op de oprukkende Azarkan. De linkerspits. En hij maakt zijn tweede van de avond. Van Leer legt die bal terug en dan levert hij in. Dan kan Summerfield samen met Touré. Twee terrein zitten als die bal goed geeft. Touré moet toch scoren nu zou je zeggen. Ja, tuurlijk. Kan je wel aan hem overlaten. Heerlijke treffer zeg. Prima werk. Opnieuw van Summerfield. Krijgt de bal mee. Speelt op het juiste moment Touré aan. Ja, en die haalt vernietigend uit zeg. Heerlijk. Stijf onder de lat. En nog altijd wordt er doorgespeeld. Dan de overtreding. Ja, die was duidelijk. Gündoğan. Maar goed, de vrije trap genomen door Constantin Albu. Gaat hij direct of gaat hij tweede paal? Nou, tweede paal zul je zeggen. Geen enkel probleem. En Van den Burg fluit dan ook voor de rust. Feyenoord leidt bij rust comfortabel met 3-0. Albu heeft wat tijd en ruimte. Speelt strak in. Op de linkerspits Nasser. Die opent dan op Darkwa. Darkwa legt die bal breed. En dan Darkwa gaat door. Doet hem van Leeuwen het doel uit. Uitstekend. Prima gedaan. Hendricks kon er net niet bij hoor. Van Leeuwen was precies op tijd. Uitstekende ingreep opnieuw van de keeper van Feyenoord. Summerfield moet snelheid maken. Achtervolgt en duwtje in de rug. En de gele kaart. Neslo legt die bal dan weer terug. Op Albu. Albu kan uithalen met links. Goed schot hoor. Goeiedag. Strak schot. Metertje naast. Ja, doe maar van Leeuwen. Zegt het nog maar eens een keer. Jongens, let eens een beetje op. Utrecht dan weer in aanval. Nasser wil de bal misschien voorgeven. Doet het nog niet. Wacht nog eventjes. Kijkt er om zich heen. Legt de bal even terug. En dan 1-2'tje is de bedoeling. Wordt er uitgehaald. En dan hier misschien een schitterende redding van Leeuwen zeg. En nog een keer de uithaal. Helemaal gemist. En dan kan Losje wegwerken. Maar daar was Utrecht heel dicht bij een treffer. Uitstekende ingreep van Doeman van Leeuwen. Hendricks tuint verkeerd. Opnieuw de kans en de uithaal. En dan wordt die bal in de doel gelopen. Nee. Tweede paal was buitenspel ook trouwens. Summerfield even breed gelegd. Aan de linkerkant de opening. Prima opening. Azarkan. Kan hij die bal uithalen? Kan hij uithalen? Gaat een metertje over. Zat meer in. Hij zat meer in.
Van Leeuwen mag rustig dribbelen met die bal. Wacht eventjes tot er een tegenstander komt. Gaat er wat demonstratief op de bal liggen. Nou, gelukkig. Van den Burg. Vindt het nou toch genoeg. Feyenoord wint dus. Voor het eerst thuis in ieder geval. Na twee uitoverwinningen bij AZ en Heerenveen. En het gelijke spel tegen Vitesse anderhalf week geleden. Wint het voor het eerst in de competitie thuis. Met 3-0 van FC Utrecht. Stand was al bij rust bereikt. Twee keer Marwan Azarkan. En Cheick Touré, 7 minuten voor het rustsignaal, zorgde voor die 3-0 ruststand, wat ook de eindstand was. Feyenoord was in de eerste helft oppermachtig, beter, prima voetballend, een paar heerlijke aanvallen. Tweede helft nonchalant, waardoor Utrecht erin ging geloven. Doemel van Leeuwen hield met een aantal prima reddingen zijn ploeg op de been, waardoor Utrecht in ieder geval niet die te belangrijke tegentreffer kon scoren, want dan was men er wellicht nog meer in geloven. Feyenoord doet goede zaken, klimt naar de tweede plek van de ranglijst. Eindstand Feyenoord onder 19 tegen FC Utrecht onder 19, 3-0.